De bastaard satijnrups is in grote getale gesignaleerd bij het strand van Ter Heide. Maar wat is het eigenlijk voor rups? Ja, het zijn die rups van, die van een bepaalde boom, volgens mij. Maar volgens mij zijn het weer meer duinrupsen. Maar wat het precies is, weet ik niet. Ik ken het wel, maar ik weet niet wat de naam ervan is. Ik weet wel dat de haartjes vaak wat allergische reactie kunnen geven. Het diertje heet dus bastaard satijnrups. En na contact met de haren van deze rups kunnen duinwandelaars of strandgangers klachten krijgen. Bijvoorbeeld hevige jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Nou, eigenlijk zeg ik altijd tegen mijn kinderen, als ze haren hebben, raak ze maar niet aan. Want ik weet niet welke soort dat nou precies is die dan dingen kan veroorzaken. Maar nu had ik zoiets van, ja, ik heb er nog niks over gehoord. Toevallig zei ik dat gisteren. Dus misschien kan je deze wel aanraken. Maar dat is dan geloof ik niet zo, hè? Nee. Oei. De vele rupsen waren de strandgangers al opgevallen. Het waren een heleboel op dit pad inderdaad. Zijn er vandaag wel heel erg veel, ja. Vorig jaar op het strand waren er op een gegeven moment op een bepaalde dag heel veel rupsen. Er zijn er gewoon mensen van weggegaan, ja. De GGD Haaglanden heeft nog wel wat tips voor de strandgangers. Ze adviseren om contact met de rups uit de weg te gaan, lichaam goed te bedekken met kleding. Als u toch in contact komt met de beestjes, om de huid en de ogen goed te spoelen met water.